Tijdens de Tweede Wereldoorlog vallen er onwijs veel burgerslachtoffers. Dat gebeurt door bombardementen en door beschietingen. En dat gebeurde ook hier in Zwolle. Het is maandag 28 april 1941 als hier de wijk Assedorp om 12:30 middags wordt opgeschrikt van een gigantische knal. Bij een huis hier aan de Anjelierstraat valt een bom en die komt terecht net naast het huis van de familie Bakker. De familie Bakker, dat bestaat uit 9 familieleden, wordt hiermee compleet uit elkaar getrokken. Maar liefst 5 van de 9 gezinsleden overleven dit drama niet. Hendrik Bakker van 58, zijn vrouw Klasina van 55, hun dochter Sientje van 18, Henny van 16 en vrouwtje van nog maar 14 jaar oud overleven dit drama niet. Een van de andere gezinsleden is de dan nog maar 21-jarige Rika. En zij zit in het huis op het moment dat de bom valt. Maar wonder boven wonder overleeft ze dit drama. En met haar zoon heb ik vandaag een afspraak. Nou, de familie van mijn moeder dat bestond uit mijn opa en oma dus. En mijn moeder, 5 zussen en een broer. Mijn opa was een meubelmaker en mijn oma die was dienstbode, wat dat dan maar voor mag stellen. Mijn moeder was hulp in de huishouding bij een gezin en ja, voor de rest weet ik het niet zo. Die waren werkende of de jongeren zaten nog op school. De mooiste herinnering van mijn moeder. Daar heeft mijn moeder eigenlijk nooit over gepraat. Ik weet echt heel weinig van wat er voor de oorlog in dat gezin, hoe dat daartoe ging. Daar kan ik echt geen antwoord op geven. Ja, ze stoppen het vaak weg. Hè. Dat hoor je vaker. Dat wordt vergeten. Dat wordt vergeten. Die oorlog heeft wat dat betreft niks goed gedaan. Ik kan me voorstellen als je 7 kinderen hebt, dat hard werken is om brood op de plank te krijgen. En aan de andere kant denk ik ook wel weer dat het een gezellige bende is met zo'n groot gezin. Dat dan wel weer, maar ook daar heeft mijn moeder weinig over losgelaten. Ja, wat er is gebeurd tijdens die bom, tijdens dat drama, het was op 28 april 1941, zo rond het middaguur, 12:30 heb ik begrepen, is er een bom gevallen op het ouderlijk huis van mijn moeder. En zij heeft daarbij direct haar moeder, mijn oma, verloren. Die was direct overleden, net als haar 3 jongste zusjes van 14, 16, 18 jaar. Die waren direct overleden. Haar vader was ook thuis, die kwam 3 dagen later te overlijden. Mijn moeder was de enige die thuis was en die het overleefd heeft. Ze had geluk, ja, wat is geluk, dat ze in een put of in een kelder terechtgekomen is en dat heeft haar leven gered. En het heeft heel wat teweeg gebracht natuurlijk in het Zwolse toentertijd. Dat blijkt wel uit het feit dat tijdens de uitvaart waren diverse hoogwaardigheidsbekleders ook aanwezig. Dat zegt al genoeg wat voor impact het heeft gehad. Onder andere de toenmalige burgemeester van Zwolle, meester Van Karnebeek was dat. En de burgemeester van de Zwolle Kerspel. Zwolle Kerspel, ja. Strik van Linschoten was er ook, ja. Dus dat het heeft er behoorlijk ingehakt. Je zegt al, die kon op een gegeven moment in een soort kelder of een soort... Ja, put of kelder is zij terechtgekomen en ja, daar lag ze waarschijnlijk beschermd, zodat zij niet onder het puin, want ik heb zelf nog foto's van het huis, hoe het na de tijd uitzag. Nou, daar kun je bijna niet levend uitkomen. Echt de engeltje op haar schouder gehad. Ja, gelukkig wel, anders waren wij er niet geweest. Maar wij weten niet of oma gewond is geweest. Hè? Ja, ik weet nog wel dat ze altijd op haar scheenbeen, had ze een hele nare plek. Dus ze had een gat in haar scheenbeen en dat is het enige wat,
Ja, misschien is hij... Maar hij heeft nooit gezegd dat het daarvan... Jawel, heeft ze wel gezegd dat dat daarvan gekomen is. Maar dat is het enige wat ik weet. Ja, ik denk dat het meer geestelijk ziek was, geestelijk gewond dan lichamelijk. Ja, want je gaf wel aan, de impact was gigantisch. Dat liet het ook zien aan de aanwezigen op de uitvaart van, van het gezin. Zijn ze allemaal op één plek? En je had een... was een begrafenisstoet met zwarte koetsen met paden ervoor. En die ging dan helemaal door Zwolle heen. En er stond overal langs de weg stonden mensen. Stonden mensen om de laatste eer te bewijzen aan een familie Bakker die ze helemaal niet kenden. Want je kent niet allemaal, maar dat was gewoon... Ik heb er wel kippenvel van. Tijd stond eigenlijk even stil. Ja, voor de nabestaanden, hoe dat was, ik Zwolle werd bevrijd, heel Nederland werd bevrijd, dus iedereen had daar zijn blijdschap mee. Ja, voor de familie Bakker zal het anders zijn geweest, want die hebben natuurlijk een hele nare smaak overgehouden aan wat er gebeurd is. En, ja, maar dat ze, ja, het zal ook bij hun blijdschap geweest zijn. Ja. Maar het leven was wel iets anders dan voor de gemiddelde Zwollenaar. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Er zijn beelden uit 1941 hebben we gevonden, waarin er tijdens de oorlog nog steeds gevoetbald werd. Pek Zwolle Vitesse beelden waren dat. Het leek voor mensen ook een uitlaatklep tegelijkertijd. In een tijd die natuurlijk gigantisch zwaar was. Als je dan verder gaat naar het nu, waarin we ook rondom de wedstrijd van 14 april natuurlijk stilstaan bij het feit dat Zwolle alweer 78 jaar bevrijd is. Wat vinden jullie dan van een initiatief waarin een club dan zoveel draagvlak toont voor een gebeurtenis als dit? Hoe zo'n wedstrijd, en het initiatief is fantastisch mooi. En helemaal, omdat zo'n stadion ook vol zit met best wel veel jeugd. We hadden het er van de week al een keer over. We zitten in de langste periode van vrijheid ooit in Nederland, bijna 80 jaar. En ik denk hoe langer er vrijheid is, hoe verder de jeugd van een oorlog af komt te staan. En het gevoel van de Tweede Wereldoorlog. Dus ik denk zeker dat dit... Als je kijkt naar de maatschappelijke functie die PEC heeft op het voetbal in het algemeen, dat het een fantastisch initiatief is en wij juichen het zeker toe. Ja, mooi. Ja, kijk, het is natuurlijk ook zo, degenen die de oorlog hebben meegemaakt, die zijn er bijna geen een van allen meer. Hè? Dus het verhaal wordt ook niet meer doorverteld door degenen die het meegemaakt hebben. En dus mensen die nu nog leven, hebben nooit die oorlog meegemaakt. En daarom is, dat probeerde jij ook te zeggen, daarom is dit een fantastisch initiatief. Want natuurlijk, daar zijn we het mee eens, dit mag nooit vergeten worden. Nee, zeker niet. Wat je had je ook mooi gezegd van, ja, leven in vrijheid is een heel groot goed. En dat besef je niet. En de jeugd al helemaal niet. Hier moet aandacht aan besteed worden. En ik denk dat een voetbalclub die maatschappelijke rol echt op zich kan nemen. En je ziet ook bij een andere club zal gebeuren. Mogen we zeggen, de Vitesse, die Airborne-wedstrijd. En ik vind het fantastisch als dit een vast terugkerend iets kan zijn en worden. Dat zou fantastisch zijn. De Lee Major-wedstrijd. De Lee Major-wedstrijd. Ja. Mooi. Ik wil altijd dit is hem. Afsluiten. Dankjewel, man.